De cheerleader van deze finale tafel. Hij weet al hoe hij moet kaarten, want hij verhuisde om van boven zijn beroep te maken en komt tegenwoordig op Malta. En dat is niet zo misselijk als je bedenkt dat deze jongen nog maar 18 jaar oud is. Vanuit Malta, Maarten Joosten. Op stoel nummer 2, de man die toernooien en kerstdienst in Amsterdam met een wisselend succes afsluit, 148.000 chips uit Hoofddorp, Marco Spruit. Op stoel nummer 3, ook al zo'n jong ventje. Hij komt uit Scheveningen en is daar enkele jaren geleden te winnen in de 400 Bounty. Sindsdien rijdt hij de kistjes alleen in de Holland Casino toernooien en kiste hij onder andere in Breda, Utrecht, Valkenburg, Rotterdam en Breda en zit hier aan de finale tafel in Amsterdam met 161.000 inchips, Sander van Wezenmaal. Op stoel nummer 4, de man uit Alkmaar. 29 lentes jong. Hij presteerde ooit op de kist in de 103 bij in Holland Casino Utrecht. En speelt voornamelijk online toernooien. Op stoel nummer 4, Jacco Koot. Op stoel nummer 5, de man die in hometown player genoemd mag worden, want hij komt uit Amsterdam. Hij behaalde hier in 2013 en 2014 al eerder finale tafels op de MCOP. En dit is dus zijn derde kans op zo'n veldbegeerd potje. Hij brengt 177.500 in punten mee aan deze finale tafel. Een applaus graag voor Bartel Kas. Op stoel nummer 6, de enige speler van deze finale tafel die al het Master Classics of Pokerpotje thuis in de servieskast heeft staan. Hij is 27, woont in Arnhem. Hij heeft 328.000 in chips. Ik wil een applaus voor Freerik Post. Op stoel nummer 7, 2 jaar jonger en ook uit Arnhem met 240.000 inzicht. Hij werd al eens eerste in Valkenburg in 2011. Dat volgde hij op door eerste te worden in Valkenburg in 2013. In hetzelfde jaar bereikte hij ook de hoogste notering in Nijmegen. Dat alles valt in het niet bij zijn grootste score tot nu toe, want in 2013 werd hij gekroond tot de Nederlands kampioen poker in Breda. Vanuit Arnhem dus een applaus voor Zeus Post. Op stoel nummer 8, dat is zeker niet de minste van het stel. Hij is de Nestor, hij komt uit Lelystad en heeft al meervoudige kerstjes en een winst op zijn naam staan in Holland Casino Valkenburg. Het blijkt dat Limburg zijn favoriete provincie is op de kaarten, want hij wist een aantal maanden geleden de WPT National in Valkenburg te winnen voor maar liefst 55.000 euro. Daarmee kroonde hij zich direct tot ambassadeur voor de WPT National van 2016 op stoel nummer 8, Kees Aans.